de beveiligingscamera's, het HG. Ze staan voor de bunker. Marquitos! We hebben jullie totaal omsingeld. Jullie kunnen geen kant op. Dus begin jullie open te geven. What up Hoodvlog homies. Welkom bij het overwinningsfeest. Mike en Dave hebben de HG'ers verslagen. Lekker! Wil je verder gaan? Nee, kijk. Wil je verder gaan? Ga joh, kijk. Winnaars van het gevecht. Pakkers! Yeah! En nu is de wijk weer van ons. Yeah, we gaan even lekker nog één keer luisteren naar de nieuwe Hoodvlog hit. Ze gaat je klappen, vriend. Woe! Oké, jongens, zoals jullie weten heb ik die foto van die zoenende Vee en Dave gebruikt om Alwin helemaal lijp te maken. Die Dave met Vee gezoend. Wat? De fuck? Dat zal ik niet pikken, man. Kom op. Nu is alles gelukt en heeft Alwin meegedaan aan het gevecht, waardoor wij nu hier een overwinningsfeest hebben. Maar Vee is nog niet komen opdagen en ik ben heel erg benieuwd of ze het al weet, want ik voel me een beetje schuldig. Ik heb het gevoel dat ik gewoon voor mijn eigen plan te ver ben gegaan. Wat vinden jullie, jongens? Laat het me weten. Ik ga nu terug naar het feest. Stiekem met een zwaard in de bunker. Vee. Raad eens, raad. Oh, oké. We hebben gewonnen! Jullie me niet raden, maar oké. Gefeliciteerd. Betekent dit dat we eindelijk van die ruzie af zijn met het HG? Het was echt vuurwerk. Vooral toen Alwin zich ermee ging bemoeien. Ja, inderdaad. Alwin, wat? Ja, dat leuke vriendje van je, die kon niet tegen een geintje of zo. Dus die begon in één keer tijdens het gevecht op Dave te beuken. Wat? Ja. Huh? Ja, nee. Het leek alsof je aan het zoenen was met Dave, maar die foto is gefotoshopt. Oké, nee, laat los. Ik ga naar Alwin toe. Mag ik die foto nou zien? Ja, tuurlijk, ja. Oh, dus dat is Vee met Dave? Nee, het is dus... Nee. Oh, ja. Jongens, verwijder die Photoshop nou maar gewoon. Anders doet het meer kwaad dan goed. Kom op. Ja, het is ook gewoon, laten we er gewoon niet meer over hebben. Het is ook kwetsend voor Vee en zo. Dus ja. Tenzij Vee aandeelhouder is in Mike BV, kan ik me niet voorstellen dat jij ineens zoveel om me geeft. Nou, doe niet zo stom. Kom, we gaan gewoon feesten. Boeien. Ik was die stomme beveiligingscamera helemaal vergeten. Hoe kan ik nou zo stom zijn? Iedereen denkt dat dat Vee is en een gefotoshopte foto, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat ben ik gewoon. Ik weet nu echt niet wat ik moet doen. Wat is hier allemaal aan de hand? Daar is Alwin. Ik snap gewoon niet waarom hij zou denken dat ik met Dave zou willen zoenen. Wat voor een beeld heeft hij van mij? Alwin! Wat? Wat heb je nou gedaan? En dat vraag jij mij. Ja, er was iets met een foto. Bedoel je deze foto? Maar dat ben ik helemaal niet. Ik snap sowieso niet waarom je zou denken dat ik dit zou doen. Nou, door dat gedoe van hiervoor natuurlijk. Alwin, de sleutel in een relatie is vertrouwen en... Jij hebt toch gewoon altijd gepraat over panseksueel en dat je liefde voelt voor iedereen? Als jij denkt dat ik dit zou doen, dan betekent dat je denkt dat ik je zou willen kwetsen. Dan is het toch een misverstand? Dus je vertrouwt me niet. Dus dit was allemaal gewoon nep. Daarom hadden we ook ruzie op je verjaardag. Ah, doe niet zo overdreven, Vee. Ik overdrijf helemaal niet. Hoe kun je dat zeggen nadat alles wat ik voor je heb gedaan? Op je verjaardag? Jij was mijn eerste. Doe normaal, rustig. Sorry, nee, ik kan dit echt niet meer. Het is uit, oké? En die foto die was wel echt, maar iemand anders in mijn jurk. Die Parkers hebben je gewoon in de val gelokt en jij gelooft hun, maar niet mij. Wat, hebben de Parkers dit gedaan? Ja. Dan ben jij van de vandaag. Ik ga zwemmen in je lemmen. Say what, Veetje? Ze is terug. Hey. Uitgemaakt met Alwin. Wat? Vanwege die vechtpartij? Je hebt uitgemaakt met Alwin? Champagne, Donnie. Hey! Serieus, Mike? Champagne? Ik heb het net uitgemaakt met Alwin en dat is het allereerste wat jij kunt zeggen. Echt serieus, waarom draait altijd alles bij jou om jezelf en om je imago? Waarom ben jij zo? Vee, doe even niet zo dramatisch. Dramatisch? Elise, serieus? Die foto die is niet gefotoshopt, maar er staat iemand anders in mijn jurk. Echt serieus, waarom draait alles bij jou om wat jongens van jou vinden? Hey, rustig aan, dit zijn gewoon spanningen die tussen... Casper, nee, hou je mond, oké? Je bent zo intelligent en slim, maar waarom gebruik je dat niet voor iets moois? Al die plannetjes die je met Donnie hebt, die videoclip, doe je dat voor hem of alleen voor jezelf? Casper? Ja, Vee, Het heeft geen zin om nu iedereen aan te vallen. Ik val niemand aan, oké? Het is gewoon niet eerlijk. Ik ben alles kwijtgeraakt. En waarom luistert er niemand naar mij? Er zijn verschillende kanten. Ja, verschillende kanten, toch? Waarom komt dan niemand met een oplossing? Kijk, ik wil graag wat tegen jullie vertellen. Dankzij die eikels van een Parker zijn fetus met mij uitgemaakt. Ja, ik weet, ik mag geen klappen uitdelen, ik kan niet moeten slaan. Maar dit was helemaal een uitgedacht plan. Om mij te laten flippen. Geweld is niet goed, maar er zijn grenzen. Yo, Dennis, Charlie. Gewoon, altijd. Hey man, what up? Yo, luister. Ik heb een idee hoe we de Parkers kunnen terugpakken. Maar dat is toch al klaar? We hebben verloren. Ja, die foto was nep. Dat was Vee helemaal niet. Wat? Dus... ze hebben vals gespeeld. Ja. Zie, we zouden toch een eerlijk gevecht hebben? Ja, oké. Dus we gaan ze terugpakken. Ja, maar we hebben al genoeg gezeik gehad met die popos, toch? Steven werd helemaal lijp de laatste keer. Vecht tegen elkaar. Midden in de wijk. Mond houden. Niet in mijn wijk begrepen. Heb respect voor de buurt. Luister. Ik weet waar ze zich de afgelopen tijd hebben schuilgehouden. Ergens in de middle of nowhere in een geheime bunker. En daar zijn ze nu ook. Nu? Dan gaan we ze pakken. Ja, toch? Ja. Dan gaan we ze pakken. Charlie. Hou iedereen, kom. We gaan ze pakken, man. Ja, we gaan jullie pakken, Parkers. Wat ketels! Hoe kunnen we onszelf nou een vriendengroep noemen als we alleen maar met onszelf bezig zijn? Al die leugens. Alles is nu kapot. Ik was het. Wat? Die foto, ik was aan het zoenen met Dave. Je zoende met Dave? Ook zelf die zoende met Dennis op jouw huisfeest. Iedereen zou jou willen. Plotwist! Ik heb gezoend met Dennis. Wat doe je? Ja, die Dennis die zoent mij opeens. Ik probeer hem van me af te duwen. Is dat zo, vriend? Wat? Dus jij zoende zelf met Dennis? Dus het hele gevecht is begonnen om een leugen? Luister maar, jij zette mij voor schut door me niet te zoenen op jouw huisfeest. En ik vind jou al zo lang leuk. Maar jij wijst me iedere keer af. Ik voelde me zo verdrietig en zo naar. En de enige die er toen voor me was, was Dennis. Jongens, de beveiligingskamers, het HG. Ze staan voor de bunker. Parkitos! We hebben jullie totaal omsingeld. Jullie kunnen geen kant op, dus begin jullie ook te geven. Het is Alwin. Hm? Hij heeft onze plek verraden. We kunnen echt geen kant op. Ze zijn dik in de meerderheid. Wat moeten we doen? De politie bellen? Nog meer Parkers de versterking halen? Nee, er is een bereik hier in de bunker. Wat doen we dan? Geen idee.